Goedemorgen. Jullie horen een achtergrondmuziekje, want ik sta al dik 30 minuten in de rij om mijn corona-uitslag te krijgen. Ik weet dat het negatief is op de antigeentest, maar PCR heb ik nog een uitslag. Oh, en nu zit ik op mijn koffer om te krijgen. Lekker druk, haasty. You know the drill. Schiphol. We hebben lekker een sapje en Anne heeft lekker een juicy. Nou, we hebben gepaniekt echt voor saus. Ja. We dachten echt, oh Schiphol, vet chaos en corona en duurt lang en weet ik het allemaal. Nou, we waren er zo doorheen. Ja. We zijn echt door Schiphol gevlogen, zo wat. Want iedereen zei, oh ja, je moet daar naartoe, oh nee, je moet daar naartoe. Ja. Dat is echt ideaal. En nu zijn we even wat drinken, dan gaan we straks nog even wat eten misschien. We mochten zelfs ons drinken meenemen, daar waren we erg content mee. Ja. Dus we hebben straks nog lekker een wijntje. We hadden het van je afgepakt na de feest. Wij wilden al een atje voor de sfeer gaan leggen. Maar dat was niet nodig. Dus helemaal chill. Ja. Even onderbroken, maar het ging helemaal goed. We lopen nu in het halletje. Mijn moeder en ik filmen altijd het halletje. Dat is ons ding. Met de boarding passes. In het hallie. Joepoe! In the morning! Oh! I like! Oeh! Nee, we moeten gewoon het raam openen. Dat is mooi. Ja, maar er komen de muggen, ga ik niet doen. Nou, in ieder geval, dat is een beetje de status. Anne ligt er lekker met de nuggets. Ik heb ook lekker watertje gehad. En ze hebben hier dus meloen in een zakkie. Nou, daar ben ik echt een zakker voor. Dus ik heb lekker meloen in een zakkie. We hebben wel echt een groot bed. Ja. Lekker hoor. Ik ga even lekker meloen in een zakkie eten. Oh, lekker. Ja. Kat in bakje hoor. Lekker man. Ik neem per ongeluk ineens uit. Maar wij gaan nu dit even nog opsmikkelen. Dan gaan we douchen. En dan pitten. Morgen vroeg op. Lekker even ergens ontbijten. En dan de hele dag strand pakken. Dan gaan we zaterdag. Gaan we met de fiets naar allemaal dingen in Valencia. En waarschijnlijk naar de Aqua Zoo. Ja, Aqua Zoo, hoe heet het? Aqua ding. En zondag gaan we nog even kijken wat we gaan doen. Maar we zijn echt kapot. Ook al ging alles vandaag echt super chill. Het vreet toch energie of zo. Dus we gaan nog even dit opeten en dan slapen. Top. Anna is helemaal rood. Maar vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje. We gaan vanavond wat... eten bij een club of zo. En dan hebben ze ook allemaal lekker tapas en dingetjes. Dus dat gaan we vanavond doen. Ik eet nog even een paprika. En dan zie je later. Oh, Anna zat net even vast in de lift. Maar we hebben jurkjes aangedaan. Die lift is helemaal lijp, dus we gaan even kijken of we ergens gezellig kunnen gaan zitten. Of dat wij in ons hotel gaan eten, op de rooftop. Wauw. Oh, die droge ogen. Nu ga jij vast zitten. Nou, mij niet bellen, ik ga geen andere gek. Snel, ik wil niet vast. Oh, misschien moeten we reserveren. Oh, dit is dicht. Ja, het is dicht. Het ziet er niet open uit, of je? Oh, en hier is er niet. Oké. Oké, thank you. Nou, geen rooftop voor ons dus. Nee, mag zo. Die arme Anna heeft een cheesecake. Maar het ziet er niet uit als een cheesecake. En nu is ze in de stress. Of het een cheesecake is. Het is ook een cheesecake met cranberry sauce. Dit is raspberry. Ja, maar het is geen cranberry sauce. Ja, proef het gewoon.
Nee, het is geen cheesecake misschien. Ik ga stuk. Als het wel een cheesecake is, dan ga ik echt gieren. Vraag het even. I ordered the cheesecake with the cranberry sauce. But is this? Cranberry? Nee, niet de rich. Oh, één size. Oh, loser. Vriendin. Joehoe. Cool. Waar zijn die haaien dan? Is hier een haai? Holy shit. Daar is een haai. Oh Anna, dit is het coolste ever. Dat straks. Live operatie meekijken hier ook. Helemaal geweldig. Ik kom hier helemaal tot mezelf. In les. Science Musea. Hubblebub. Wat is dit voor leuks? Oh. Oh, nu kan je kijken hoeveel je weet. Oh, wat erg. Daar ga ik echt niet op. Ik heb vakantie. Oh my god. Eindelijk. Dit is geweldig, Anna. Dit is de cel. Mitochondria, ER. Golgi-apparaat. Geweldig! Dit is geweldig! Dit is geweldig! Ja? Ik ben hier echt. Oké, gaan we die kant? Ja, we gaan die kant. Oh, dit is echt easy as fuck. Oh. Nou, zeg. Nee, we zijn. Nou, waar slaat het op? We zijn er al uit! Niet goed over nagedacht. Dus het spijt me daarvoor. We zijn ondertussen van Tarragona naar Cambrils gegaan. En daar zitten we een dagje bij vrienden van Anne op de camping. En we gaan zelf er ook eventjes op uit. Dus dat is wat je nu gaat zien. De treinreis van Tarragona. Waar kwamen we vandaan? Valencia, Tarragona was echt top. Dat was heel chill. Daar hadden we echt gewoon met z'n vieren een vierpersoons tafeltje met z'n tweeën. Moeten we niet daarin? Ja. Ziet er eens uit? Het heeft gevraagd even. Ja. En even kijken. Nu hebben we vanavond nog een trein van Tarragona naar Barça. Dus ik hoop dat die net zo chill wordt. Ik zie daar al iets van water. Dus dat vind ik altijd wel een leuk uitzichtje. Ik ga het even laten zien. Wat we hierin moesten, maar de meid loopt alweer door. Het zal me een worst wezen. Ik loop er lekker achteraan. Daar is dus een boulevardje daar in de verte. Nou ja, helemaal gezellig hier. Helemaal leuk. Het hotelletje. Super chill. Lekker groot bed. Hoeven eigenlijk niet meer op elkaar te liggen. En een lekker balkonnetje. Dat wilden we echt super graag in Barça. Want dat vinden we dus heel leuk. Oh ja. Oeh, dit is spannend.
Ja, dit is toch geweldig. Papa Connie. Dit is echt genieten hoor. Als die deur dicht maakt. Echt genieten. Heel leuk. Lekker op de La Ramblas. Hey, dat is leuk. Speelgoed. Echt van die winkeltjes die 's nachts tot leven komen. Wedden? Dan staat die Bob, die pop, die loopt gewoon. Wow, dat is een hele grote hond. Holy. We hoorden net al het koor zingen. Dus ja, we gaan richting... ik heb in mijn tas watermeloen geknoeid. Dat zie ik alweer. Beetje jammer. Maar we gaan richting de kathedraal. Gaan we naar binnen? Of niet? Oh, hier ben ik dus echt... Een afstapje. Het is werelds lomste persoon op aarde. I told you. Ja, ja. Hier ben ik dus echt een hele tijd geleden geweest met school. Toen ik nog op de middelbare zat. En nu ben ik echt oud en verrimpeld. En nu ben ik er weer. Dat is wel leuk. Moeten we nog een keer gaan als we echt met stokken lopen, weet je wel. Want nu zijn we in de euforie van ons leven. Maar ja, niet voor lang. Straks tikken we de 30 aan. Loop je straks met je kids. Vreselijk. Jeetje. Anna junior, blijf hier. Kom op. Tante Shannon, loop eens even door. Kijk dat gezeik. Nee, je mag niet schreeuwen in de kerk. Oh boy. Mooi. En Anna was hier toen ze in groep 8 zat. En ik zat volgens mij in de 3e of zo. Dus dat is wel echt even een verschilletje. Nou, daar gaan we. Prachtig. Lekker live music erbij. Zo, naar binnen, schatje. Que te quiero sentir, sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Heerly. Nou, wij zijn lekker op de markt. Oh. Even een herorganisatie. Hoort er ook bij. We zijn op de markt in Barça. Het is echt super dicht bij ons hotel, dus het is echt leuk. 2 spoons. Gracias. En dit wordt wel tricky openmaken, want Anna gaat sowieso alles laten vallen. Want ik ben op vakantie... Oh, broodjes. Met 's werelds lompste persoon op aarde. Nou. Aanschouw. Mevrouw Karajanisuris. Maar ja, hier heb je lekker allemaal hamdingen. Ik krijg wel uitslag als ik eraan denk, maar ja. Gaat goed. Lekker mosselen. Hoe heet dat ding? Zo, oesters. Hier? Ja, is oester. Nou, mag je wel eten hier eigenlijk? Zeg je tegen mij dat ik een losse persoon op aarde ben? Ups, daar ging mijn kiwi. Ons laatste dag is aangebroken. We gaan nu even wat eten op de rooftop van 1881 La Sagrada of zo. Ja. Dus dat is bovenop het museum. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dit uitzicht gaat worden. Volgens mij betaal je namelijk heel schil. Maar ja, hè? Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. We gaan het meemaken. Hier, terrassen. Terrassen, oké. Moet plassen, man. Jeetje. Zo'n klein blaasje. Ik kan niet tegen. Even die brillos afdoen als. Oké, nou, daar gaan we dan. Dus je ziet echt mijn zonnebril afdruk. Oeh, moet echt plassen. Het is niet goed hoor, nu. Het is niet goed. Ik trek het niet los. Toiletos, nu los. Toiletos, ik ga meteen rennen. Doe de toiletos en plassos. Ik als anders, hij doet het in de broekels. Dat kan ik even. Oké, nou, we gaan meemaken, boys. Oké. Ja.
heb je verder nog steeds geen idee waar we nu zijn. Maar looks kinda hip. Oh, ik kan dan meteen even kleding kopen of moeten we... Wat is het idee hiervan? Hallo. Hola. Oh jeetje. Even wachten. Maar dan heb je wel wat, denk ik. Het is wel echt mooi. Je moet echt plassen, vriendin. Ja. Oké, outside of outside? Outside. Outside, oké. Okay. Yes. Where is the umbrella? Is het een umbrella? Een parasol? Volgens mij is dat alleen maar een parasol. Kijk. Zo mooi. Toch, vriendin? Heel mooi. Ja. Het zit weer op. We zitten aan een ijskoffie die zo sterk is dat Anna's hele gezichtje vertrekt. Het is echt vreselijk. Maar ja, hè, we moeten wat? Wakker worden voor de vlucht. Oh, die bruine handjes ook. Ik ga stuk. En dan weer back to Hollanda. Ik ben gesloopt, zou ik je vertellen. Maar het valt op zich wel mee. Die koffie die maakt het sowieso wel beter. Ja. En ook hadden we in de avond nog even wat drankjes gedaan. Tactisch niet helemaal. Maar het was prima. Het was prima. We wilden in ieder geval nog wel helder blijven. Wat? Wat? Wat is dit? Wat? Wat? Een witje op je ogen. Wat ga jij doen? Waar? Hier, dit. Zie je dat? Nee, man. Hier, dit. Zit op je oog. Oh, ik zie echt niks. Maar bedankt dat je het hebt weggehaald. Ik weet dus niet meer wat ik aan het zeggen was. Ja, dat we een paar drankjes hadden gedaan en dat we echt 2 uurtjes hebben geslapen of zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, volgens mij heb ik helemaal niet geslapen. Ik werd letterlijk wakker en toen dacht ik van, de wekker is nog niet gegaan. Ik moet echt gaan slapen en toen ging de wekker en dacht ik, ja, volgens mij heb ik niet geslapen, man. Dat is helemaal kut, maar prima. We doen het nog, we werken. Ons systeem is aan, dus ready to board. Gaat het lekker? We zijn hyper onder de koffie, is het niet zo normaal. We staan echt te springen. En we dachten lekker te gaan pitten in het vliegtuig. Nou, denk het niet. Huh? Nou, dit is ook lekker 1,5 meters. Maar niet eens. Dit is dus echt COVID, hè? In zo'n gangetje. Met alleen maar moeite, mensen lekker gapen. Ja, daar ben je de lul. Dan ga je goed. We gaan weer. Ja, wij gaan even onze adem inhouden. Tot straks.